Nou, nieuws van de grem, dat hebben we natuurlijk elke keer. Um, het is een beetje rustig, zei ik net al tegen jou, qua, ja. qua grote leaks of zo. Ja. Maar goed, we hebben uh, weer een selectie gemaakt. Um, nou, we hadden natuurlijk vorig jaar begonnen het allemaal met de Lost and Found, de hele nieuwe reimagined serie van, uh, van Jordan Brand op alle OG colorways. En uh, de volgende leak is uh, nu uit en dat is de uh, OG uh, Royal uh, Jordan 1. En, uh, er komt nu een Zweden versie. Zie je het? Vind je ervan? Uh, ik ben pro Zweden Jordan eens, maar ik ben anti deze color blocking. Ik vind dit met Brad's vind ik niet. Normaal Brad toch die als een rood zwart. Vind ik, ja. ik vind deze, ik vind het niet mooi man. Ik vind Chicago ook allebei zit meer wit in. En ik zou dan zodraat Brad of dit Royal's. Ik vind die schoen niet mooi want. Nee. Nee. Maar zwerden vind ik tof. Als we nou een Shelly Chicago zwerden zouden. Nou, wat ik altijd wel mooi vind bij Jordan 1, vooral als het goed leren is. Als je dan heel vaak aan hebt gehad, dan, nou, dan krijgt die schoon wel een beetje karakter. En nu heb je natuurlijk zwerden. En waar dat niet bij gebeurt. Um, maar goed, ze blijven wel mooi. Criesen niet, want uh, ze werden dunks, zoals we allemaal weten. Of tenminste, zoals wij dat weten. Top. Zijn top. Blijven ook top. Ik vind hem wel tof. Jij uh, Moes? Wat vind jij van Jordan 1? Ja, ik ben Ont niet zo uh, Jordan uh, Nee. 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 Meer Air Max, gewoon runners. Meer runners, ja. ja hoewel, ik, ja, vroeger wel. Vroeger vond ik het wel tof. Ja. Toen ik wat jonger was ook. Maar nee, ik ben meer runner. Ja, ik vind dit op zich, de colors, ja iets te veel zwart, denk ik. Ja. Persoonlijk. Ik heb dat zelf ook altijd een beetje met de brand. Ik vind het wel een mooi colorway. Maar. Uh, ik nee, de ja, de kleur blauw is gewoon mooi. Maar ik vind het iets te veel zwart. Ja. Kan ja. horen. Ik vind even. Ik vind ja. altijd, altijd Royals uit Koninkrijk ja, okay, heel leuk voor. Ja, we ja, we ja, hebben ja, natuurlijk die Jordan 4 hebben die Jordan 4 ja. uh, Brad hebben we natuurlijk al gesproken, uh, besproken, in, uh, ook in die Reimagined uitvoering. Ja. Uh, ja, ook wel een beetje op dezelfde lijn, denk ik. Zijn er andere Colorways van Suède met Jordan 1 die gewoon niet OG-Color zijn? Nee, hè? nee. Doen ze bijna nooit Suede? Uh, nee, ik kan me niet in uh, de Jordan 1, nee, hè? volgens mij niet. Heel weinig. Nee, nee. Doe eens. <laughs> ja, doe het meer. Want ik vind, Dunks ook altijd tof. Weet ja. je, die Ugly Duckling en, ja. en die VioTech. Ga er goed op. Ja. Jeezy Restock Incoming. Dat, het, we hebben er dus natuurlijk veel te vaak over gepraat. Hoe zit het nou met KJ? Is hij nog boos op de joden? Is het nog de schuld van, uh, van alle mensen boos op de bank en zo? En uh, is hij ontslagen? Dan gaan we ja. weer terugkomen. En uh, na nou, nou, oh, het gelul. <coughs> restock Incoming. 1 juni. Ja. Dus uh, ik ben echt benieuwd wat het gaat doen. Ik denk dat ze gaan vliegen. Van, van de, dat, dat het heel snel gaat uitverkopen, heb ik het idee. Ja. Zouden zou ze met de prijs doen? Dat is ook nog een goeie. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Uh, nee, nou, ik denk wel dat ze dezelfde. Ze, ja. hebben, het, ze hebben natuurlijk toen, toen Jezus nog gewoon een ding was, uh, dat ze wekelijks of maandelijks uitkwamen, hebben ook wel een, een, pri een uh, prijsshift gehad, weet je dat nog? Ja, van uh, 300 naar 220 ja. zo, in mijn hoofd. Mm -hmm. ja. Ik denk dat ze iets omhoog gaan met alle prijzen gestegen, zo naar 240 of zo oh. voor de standaard Isis. Jij hebt Jeezy's, jij bent een loper Ja. Minder nu, nog steeds. wel. Jij hebt best wel m veel Jeezy's staan, toch? Ik heb best wel veel Jeezy's. Ik heb toevallig gisteren nog een paardje verkocht aan de buurman. Ja. Ja. Wat, wat is je favoriete Jeezy-model? Uh, die 700, toch wel, denk ik. Ja? Ja. ja? ja. Ja, dat vind ik ook wel die wave de, zeg maar de, 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 de. Ja, die Waver vind ik dan die, echt ook de mooiste. Ja. die allereerste. Ja. Ja. Die OG Colloy vind ik ook ja. nog steeds het sterkste. De, de ik denk dat vooral uh, heel veel mensen die uh, gewoon de, de, de massa waar het ooit op ge Target is dat die al die GG's gaan kopen en dat je nog een soort mensen die, uh, die foam dingen gaan kopen, die slippers, zullen wel zo weg zijn, die blauwe. Ja, de zomer het komt, staat natuurlijk voor de deur. Dus, uh, ja, ik denk echt dat niemand er meer moeilijk over gaat. Ik denk dat het uitkomt dan nog een paar mensen zo'n beetje, uh, uh, zeg maar, uh, maar dat er gewoon niemand meer gaat praten over een ophef. Het is alweer te lang geleden. Het is te lang geleden, ja. <tie> en, en ik vraag me wat ik me ook, en ik, ze zullen waarschijnlijk alleen bij Adidas uitkomen, denk ik. Ik denk het wel, als ze we slim zijn, wel. Ja, <laughs> bij retailers. Ja. 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 Dus, uh, want natuurlijk, al die shops hebben natuurlijk allemaal toen een press release gedaan. Van uh, wij, wij supporten Yeezy niet meer. Dus ik neem ja. aan dat die zich bij het standpunt houden. No backseat. Oh, dus dat. Dit is gewoon voor gaat opmaken, denk ik. Ja, is ja. klein. Ja, daar ben ik wel blij mee. Gewoon. Ja, ben je, er, ja ben, blij ben je er blij mee? Ja. Mooi. Dat ook ook is ook wel. Klaar is? Boekdicht wegwezen. Ja. Ja. ja, geweest. Gaan we het nieuws doen? Het is wel een beetje triest. <laughs> Ja, dat je dit al moet doen. Omdat natuurlijk al ja, grote verliezen. En dan moet je alles nog een beetje goed kunnen maken. En dan moet je toch. Heb je eerst gezegd van nee, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Je hebt dat soort uitspraken gedaan. En nu. Zijn we een paar maanden later en wat gebeurt er? We hebben een deal met diezelfde man gemaakt. We hebben allemaal wel zo'n bekende van vroeger in je vriendenkring. Die zegt, ik ben weg bij mijn wijf. Die wijf boeit me niks. Fuck it. Kom, we gaan los. Dan drie weken later kom je weer mee. Niks te nadelen van vrouwen, maar zo praten sommige mannen alles. Zo hoog ook. Ja, dat sowieso. Maar zo voelt het een beetje. Ja, ja. ja, ja ik ben benieuwd wat het gaat, gaat doen, die hele Yeezy stok ah. Dunks. Dunks. Skate, SB, Dunks. We hadden eerst die, uh, die Carhartt M&M. Uh, er was een leak afgelopen weekend, maar ja. dat bleek dus achteraf toch een custom te zijn. Dus hebben we die maar even geswitcht naar deze. Wel slim van die persoon die die kasten ja, heeft. Die hebben wel lekker aandacht gekregen. Ja, <laughs> ik zag vanochtend op dat account... Uh, had hij een post gemaakt waar hij ze aan had... en dat hij erbij zegt... jullie moeten niet alles geloven wat op Instagram staat. Oh, nice. Dus dat. Ze zijn nu te koop, 12.000 ja. euro. Ja. <laughs> <laughs> is, uh, Crenshaw Skate Club. Uh, Dunk Low komt eraan, Nike SB. Uh, dat is een lokaal skatemerk uit uh, LA. Ik weet er niet heel veel van... Uh, ja ik vind callaway doet me niet heel veel ik ben dit ben, ja nee ik vind het uh, vooral heel veel meh. ja dus een soort van schotse jurk gestript Het is precies niks zo'n ja, ja. zo Essex callaway uit de winter Ja. waarom op het dunk oh, ik weet ook niet wat de inspiratie is uh, achter het design misschien als je dat weet dat hij misschien dan nog tof dat hij dan wel toffer is. Ja, ze hadden een moodboard gemaakt waar alles op stond wat saai was. <laughs> ja, ja. Uh, <laughs> <gaat> dit <eruit. laughs> Ja, ik vind hem ook saai. Ja, dat, heb ja. je wel veel SB dingen of skate dingen? Nee. ik nee. zag dat je hebt vroeger wel een skatewinkel gehad weer. Daar was je ja. ook begonnen hè. Maar ik skate ook zelf vroeger. Oké. Okay. Ja. Met Tim samen. Nee, nee, met Tim eigenlijk niet Nee, Nee. 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 zat natuurlijk meer spijken is. Ik zat in Rotterdam. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik was niet zo goed erin. He. Ik heb hem wel leren kennen bij de tattoo Shop. Ja. In Left, bij ja. 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 Toen werd ik nog door Left gesprongen.